Wat is president Trump komend jaar van plan met de Verenigde Staten? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de Amerikaanse politiek, de State of the Union. Voor president Trump is het voor het eerst dat hij in de jaarlijkse troonrede zijn beleid voor het komende jaar presenteert. Straks een vooruitblik met Amerika-kenner Jan-Willem Kranendonk. Maar eerst orgaandonatie. Al vanaf vanmorgen wordt in de Eerste Kamer gedebatteerd over de omstreden initiatiefwet van D66-Kamerlid Dijkstra. In haar wet staat dat iedereen automatisch donor wordt, tenzij expliciet in het register staat dat je dat niet wilt. In de Tweede Kamer haalde het voorstel het net. Aan de telefoon Diederik van Dijk, SGP-senator in de Eerste Kamer. Goedenavond, meneer van Dijk. Goedenavond. Hoe staan de senatoren over het algemeen tegenover deze initiatiefwet? Nou, het debat is echt een debat wat de Eerste Kamer waardig is. Wat dat betreft, het is een erg inhoudelijk en waardig debat. Waarbij, en dat is ook bij uitstek natuurlijk een taak van de Eerste Kamer, er heel veel aandacht uitgaat naar de positie van de grondrechten. Ja. En dan vooral artikel 11 van de grondwet, wat de onaantastbaarheid van het lichaam regelt. Mm-hmm. En met daaraan gekoppeld de grote vraag, dit wetsvoorstel maakt daar een inbreuk op. Nou, dat kan onder bepaalde strikte voorwaarden, maar wordt daar wel aan voldaan? Of is dit voorgestelde systeem toch te bot? Ja, het zou dus tegen de grondwet ingaan. Deelt u die mening? In ieder geval, dat is ook de mening van de Raad van State. Dit wetvoorstel, wat dus als kern heeft, iedereen is donor tenzij je bezwaar aantekent. Dat betekent een inbreuk op artikel 11 van de grondwet. Ja. Dat is op zichzelf een gegeven. De vraag is alleen, is die inbreuk gerechtvaardigd? Is het voorstel effectief? Is het proportioneel? Is het gerechtvaardigd ook gelet op het doel, namelijk om meer organen en dergelijke te krijgen? Dat is de discussie in de Eerste Kamer vooral. Met, je zou kunnen zeggen, de fundamentele vraag, hoe ver strekt nou de overheidsverantwoordelijkheid? En waar treedt nou die overheid binnen in de persoonlijke vrijheid van mensen, waar de overheid en waar de publieke opinie gewoon buiten moet blijven? Ja, u bent vanmorgen om 9:45 begonnen met het debat. En de verwachting is dat het nog tot diep in de avond, misschien wel middernacht, gaat duren. Waarom is er zoveel tijd voor nodig? Inderdaad, het gaat ergens over orgaandonatie. Dat gaat dus over vraagstukken van leven en dood, zou je kunnen zeggen. Het gaat over jouw organen. De media hebben dus ook een hele flinke rol gespeeld door ook heel veel aandacht te hebben voor de wachtlijsten, voor mensen die wachten op een orgaan. Voor mensen die ieder jaar ook sterven, omdat er te weinig organen zijn. Ja. Dus dit komt dichtbij, dit raakt mensen. Ja. En inderdaad, er is veel tijd voor uitgetrokken, omdat er ook grondrechten in het geding zijn. Ja, en dan is het meer dan terecht dat de Eerste Kamer daar scherp in zit en bovenop zit. Ja, nu hebben we begrepen dat u ook bestookt bent door lobbyisten. Beetje ongebruikelijk voor de Eerste Kamer. Dat gebeurt inderdaad hier niet zoveel. Wij opereren natuurlijk doorgaans redelijk in de luwte. Ja. Maar inderdaad, de mailbox zat eigenlijk elke ochtend weer vol met mailtjes van zowel voor als van tegenstanders. Dus er is heel veel druk uitgeoefend in die zin op de Eerste Kamer. En dat is ook wel weer te begrijpen, want we weten natuurlijk nog niet de einduitslag van de stemming. Mm. Maar dat kan inderdaad er op 1 of 2 stemmen op aankomen. Dus dat is ook best spannend. Ja, want die stemming is pas volgende week dinsdag. Klopt, ja. En ik heb begrepen dat er geen fractiediscipline is bij u. Dus iedereen mag vrij stemmen. Dat klopt. Dat bleek ook wel heel erg duidelijk in de inbreng van de woordvoerders van de verschillende fracties. Vooral ook de VVD, maar ook de CDA, de PvdA, de GroenLinks hebben allemaal uitgelegd dat er heel divers wordt gedacht binnen hun fracties. En dat het inderdaad iedereen vrij staat om naar eigen eer en geweten te stemmen. Dus in die zin is het ook wel echt onzeker wat de uitkomst volgende week gaat worden. We gaan het zien. Dank voor uw toelichting, Diederik van Dijk van de SGP. Het is de belangrijkste toespraak van het jaar in de Amerikaanse politiek. De State of the Union. Vannacht is het weer zover, dan houdt president Donald Trump de Amerikaanse versie van de troonrede. In de studio Amerika-deskundige Jan-Willem Kranendonk. Goedenavond, meneer Kranendonk. Goedenavond. Waarom is die State of the Union zo belangrijk?
Ja, het is uit de belangrijkste. Je kunt vergelijken met de troonrede in Nederland. De belangrijkste toespraak die de president houdt onder normale omstandigheden. Ja. Waarin hij zijn plannen voor het komende jaar uitlegt. Ook altijd terugkijkt op alle verdiensten van het afgelopen jaar. Het is ook naar voren brengen, wat heb ik gepresteerd. Mm-hmm. En hij spreekt dan eigenlijk niet alleen de politici in Washington, maar via alle belangrijke cable news netwerken ook het Amerikaanse volk toe. En miljoenen mensen kijken dus naar de toespraak van de president. Ja. Dus het is voor hem een heel belangrijk moment om terug te kijken en vooruit te blikken naar zijn beleid. Ja, het is voor Trump de eerste keer dat hij dit doet. Vorig jaar is hij geïnaugureerd. Wat zijn de verwachtingen van deze speech? De verwachtingen zijn natuurlijk ook weer niet zo hoog. Donald Trump heeft in zijn toespraken niet uitgeblonken in hele inhoudelijk sterke toespraken die ook heel goed samenhangend zijn. Ja. Donald Trump heeft vaak een voorbereide speech, maar halverwege dan wijkt hij af om nog iets wat hij op dat moment bedenkt, wat in hem opkomt, dan nog te delen. Tot afgrijzen van zijn adviseurs en speechwriters. Ja. Dus de verwachtingen zijn dat als Donald Trump vanavond of vannacht een heel samenhangend verhaal neerzet en ook echt bij zijn tekst blijft, dat hij een goede speech neer kan zetten. Maar goed, de belangrijkste vraag is bijna, blijft Donald Trump bij zijn speech? Ja. Belangrijk onderdeel is ook vaak de verbinding zoeken tussen Republikeinen, wat hij is, en Democraten. Denkt u dat dat gaat gebeuren? Nou ja, er zijn wel aanwijzingen dat hij dat gaat doen. Hij wil bijvoorbeeld op het gebied van immigratie de verbinding zoeken met de Democraten. De Democraten willen 1,8 miljoen illegale immigranten willen ze legale status geven. Donald Trump die heeft nu gezegd, dat is prima, maar of dat lijkt te gaan zeggen, dat is prima, maar dan wil ik wel geld voor mijn muur in Mexico. Mm-hmm. En wil ik naar de toekomst toe gezinshereniging moeilijker maken. Dus hij zal bijvoorbeeld op dat punt de verbinding zoeken. Infrastructuur is ook een thema wat al heel lang speelt. Hij zou ook daar de verbinding wel proberen te zoeken. Of dat uiteindelijk gaat lukken is de vraag, want de Democraten hebben op voorhand al gereageerd op de plannen die nu uitgelekt zijn. Dan zeggen ze, als Donald Trump op immigratie dit wil doen, we vinden deze stappen niet ver genoeg. Ja. Als hij dat geld voor zijn muur wil hebben, dan zal er toch echt meer moeten gebeuren dan alleen deze 1,8 miljoen mensen legale status geven. Maar hij heeft toch gezegd dat Mexico die muur gaat betalen, dus waarom wil hij nu geld uit Washington dan? Ja, dat is een interessante vraag waar opeens ook niet. Nou ja, allereerst, we weten natuurlijk niet helemaal zeker dit is wat er uitgelekt is. Ja. Maar het lijkt er dus toch op dat hij nu in ieder geval als voorschot een deel zelf zal betalen. U noemt immigratie. Hij was daar in zijn campagne en ook de eerste maanden van zijn presidentschap heel stellig in. Maar moet hij toch water bij de wijn doen? Nou, hij zal water bij de wijn moeten doen om de Democraten te bereiken. En het is ook de vraag of zijn harde immigratiestandpunt, wat op sommige delen wel gedeeld zou worden in het Amerikaanse volk, maar of het in de breedte gedeeld wordt. Hij heeft natuurlijk het afgelopen jaar ook een aantal moeilijke weken gehad rondom bijvoorbeeld het sluiten van de grens voor mensen uit een aantal landen. Ja. Op dat punt staat Donald Trump niet per se sterk, terwijl hij een hele sterke positie daarin in wil nemen. Ja. En met het oog op de verkiezingen die er aankomen in het najaar, zal hij ook moeten kijken van hoe zorg ik in ieder geval dat we dan de meerderheid behouden in zowel de Senaat als Huis van Afgevaardigden. Zal hij ook daarop moeten voorsorteren in zijn politieke keuze voor het komende jaar. Ja, zal hij ook hameren op de economie die in Amerika weer in de lift zit, hoe je het bent of keert? Nee, Donald Trump heeft heeft één heel belangrijk ding gedaan. Dat is een belastinghervorming erdoor krijgen wat afgelopen presidenten niet gelukt is. Daarin heeft hij echt een belangrijke stap gezet. De beurs die floreert als nooit tevoren. De banenmarkt gaat goed. Het is nog steeds terugloop van het werkloosheidspercentage. Je moet wel gelijk bijzeggen dat die beweging natuurlijk onder Obama is ingezet. Maar goed, Trump plukt daar nu de vruchten van. En dat is nou hoe het werkt in politiek. En hoe je het went of keert, die belastinghervorming heeft hij gedaan. Ja. En wat dat betreft zal Trump echt wel op zijn economische prestaties gaan wijzen in de komende nacht. Hij zal ook wijzen op wat hij bijvoorbeeld in het buitenland heeft bereikt. Ik vind zelf dat hij belangrijke stappen heeft gezet in het proces rond Noord-Korea. Mm-hmm. Dus het is interessant of hij echt de eer gaat opeisen voor het feit dat Zuid-Korea en Noord-Korea nu weer met elkaar in gesprek zijn. Ja. En de Olympische Spelen samen doen. En het is interessant, gaat hij dat nou benoemen? Hij zal mogelijk, en dat is een heel interessante vraag, gaat hij wat zeggen over het verhuizen van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem? En ook het terugdringen van IS, daar is grote kans dat hij daar wat over zal zeggen, want hoe je went of keert, ook daar is het afgelopen jaar stap in gezet. Ja, welk onderwerp zal hij zeker niet aanroeren? Nou, de grap is de Russen? De Russen. En vorig jaar heeft hij wel een toespraak gehouden voor het congres, en toen heeft hij het over onderwijs gehad. Daar hebben we eigenlijk heel weinig meer over gehoord.
voor dit jaar. Dus ik ben benieuwd of hij daar heel veel over gaat zeggen. En gezondheidszorg, daar heeft hij het afgelopen jaar en in zijn verkiezingscampagne sterk op gehamerd. Maar vervolgens is het afgelopen jaar constant mislukt om Obamacare terug te draaien en te hervormen. En de vraag is, wil hij daar nu nog meer gezichtsverlies op gaan leiden? Zeker omdat in het land eigenlijk Obamacare hervormen helemaal niet zo populair is. U noemde die tussentijdse verkiezingen, die zijn in november. Ja? Deze speech is in januari. Is die speech wel van belang voor die verkiezingen in november? Nou, je kunt niet zeggen dat deze speech de verkiezingen bepaalt. Maar het is wel het start van een politiek jaar waarin het steeds meer toegegroeid zou worden na die tussentijdse verkiezingen. Donald Trump is er alles aan gelegen om in ieder geval de meerderheid te behouden in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In de peilingen staat het er niet goed voor wat dat betreft. Dus daar is alles aan gelegen. Dus hij zal wel in ieder geval een start maken van het politieke jaar. En na deze speech hoopt hij waarschijnlijk in het land een aantal speeches te gaan houden, net als Obama gedaan heeft. Ja. En dan ga je wel steeds meer het volk opzoeken. En daar was Trump natuurlijk goed in. In zijn speeches, in zijn politieke rallies, het volk benaderen, het volk bereiken en mensen enthousiasmeren. Dat heeft hij in zijn verkiezingscampagne natuurlijk uitstekend gedaan. En dat zullen we de komende weken, maanden ook zien. Tijd ook weer gaan zien. Ja. Ja, iemand van de tegenpartij, in dit geval de Democraten, reageert ook altijd op de State of the Union. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is zo gegroeid. Ik las eigenlijk vandaag nog een artikel waarin men zei van waarom doen we dit? En toen zeiden we hebben het altijd gedaan. Oh ja, de macht der gewoonte. Het is inmiddels wel echt de macht der gewoonte, maar het is vaak wel vanuit de partijen een wat jonger iemand, in ieder geval talentvol iemand, die dan reactie geeft op de toespraak van de president. Ja, dat is in dit geval Joe Kennedy, 37 jaar. Kleinzoon van Robert Kennedy. Ja. Wat is dat voor persoon? Joe Kennedy is een jonge democraat. Inderdaad, zit een paar jaar nu in het Huis van Afgevaardigden. En heeft zich eigenlijk de afgelopen jaren laten zien als iemand die het beleid van Obama heel sterk verdedigt. Is sterk in verweer gekomen ook tegen Trump. Bijvoorbeeld rond het afschaffen van Obamacare. En met zijn post op Facebook heeft hij daar ook heel veel mensen mee bereikt. Heeft hij ook heel veel mensen in beweging gekregen. Ja. Dus is een heel enthousiasmerend iemand. Ook wordt gezien als echt een talentvol politicus. Ook voor een eventueel presidentschap in de toekomst? Ja, je hebt in Amerika natuurlijk ook gewoon een aantal dynastieën. Zoals de familie Kennedy, de familie Bush, de familie Clinton. En het is natuurlijk niet uit te sluiten dat deze persoon nu zeker nog niet, maar over een aantal jaar wel een gooi ernaar gaat doen. Ja. Als we even teruggaan naar die State of the Union. Het is ook de gewoonte dat de president mensen daarbij uitnodigt. Ja. Die ook in zijn politieke straatje passen. Welke zijn dat bijvoorbeeld? Nou, de mooiste vind ik eigenlijk wat Joe Kennedy heeft gedaan. Want die is er zelf niet bij, maar die heeft iemand uitgenodigd. Dat is wat ik het meest interessant aan vind. Die maakt een heel duidelijk statement. Trump heeft veel gezegd over de LGBT-community. Is er natuurlijk niet altijd staat niet heel op heel goede voet. Hij heeft iemand uitgenodigd die in het leger zit en transgender is. Dus daarmee zie je echt dat mensen daarmee ook een politiek statement maken. Ja. Melania Trump nodigt inderdaad mensen uit de werkende klasse uit. En je ziet dat ze op zo'n manier toch proberen om om eigenlijk ook bepaalde belangengroepen en kiezersgroepen naar voren te halen in degene die ze uitnodigen. Ja. En Trump komt ook met een novum, want tijdens zijn speech zal onder in beeld zullen de namen verschijnen van mensen die geld steken in zijn campagne voor de herverkiezing? Ja. Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Maar het is wel geheel op zijn Trumps. Ja. Je kunt volgens mij vanaf €35 tot een bedrag in de duizenden euro's kun je je naam inderdaad indienen. En dan wordt je naam wordt afgespeeld. Dat is ook een manier om geld op te halen voor de verkiezingscampagne. En daarmee ziet u dus inderdaad wel dat... Maar het is toch ondenkbaar dat de troonrede van onze koning gesponsord wordt door bedrijven die onderin voorbij komen? Nou, laat helder zijn. Volgens mij is het ook nooit gebeurd. Maar hier in Nederland is het natuurlijk iets meer... Het is politiek, de troonrede. Ja. Want uiteindelijk wordt hij niet door de koning geschreven. Maar er zit natuurlijk een hele samenwerking met premier en andere belangrijke personen in. Maar de toespraak van de koning is minder politiek geladen dan die van Donald Trump. Ja. De toespraak is vannacht om 3:00 Nederlandse tijd. Zeker. Dat is 9:00 Amerikaanse tijd. Ja. Gaat u kijken? Nee, eerlijk gezegd gaat me dat vannacht niet lukken. Maar wel morgen terugkijken? Ik hoop terug te kijken, maar vannacht hoop ik gewoon te slapen. Want morgen moet er ook weer gewerkt worden. Want is er ook voor Nederland iets van belang in die speech? Nou, hij zal ongetwijfeld een en al over buitenlands beleid zeggen. Maar het belangrijkste is, wat zegt hij over de NAVO? Daar is hij scherp over geweest. En in zijn verkiezingscampagne, wat gaat hij over de NAVO zeggen? Mm-hmm. Gaat hij weer erop hameren dat daar door de andere lidstaten meer geld in moet worden gestopt? Dan heeft hij een punt en dat is belangrijk voor Nederland. Oké, we gaan dat zien en morgen wellicht over verder spreken. Dank voor uw komst naar de studio, Jan-Willem Kranen. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Morgen, beleven en welzijn, zijn we er weer.
Dag.